Breda Nu. Je weet het meteen. Op donderdagochtend 21 september werd er in het Wilhelminapark een bloembollenmozaïek geplant in de vorm van een bij. Wethouder Paul de Beer plant de eerste bijvriendelijke bloembol. Daarmee wordt het startschot gegeven voor een grootschalige bloembollenbeplanting langs de Bredase singels. Nou, waarom staan we hier vandaag bij deze mooie bij? We staan hier vandaag bij deze bij omdat we vandaag het eerste plantmoment van de bloembollen is in Nederland. En dat wilden we eigenlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus vandaar dat wij nu de bij aangeplant hebben, omdat vooral die bloembollen ook een positief effect hebben op de bijen in Nederland. De ambassadeur van de Nederlandse Bijenvereniging Aad Rietveld, elementmanager Groen Anton Lips en landschapsarchitecte Karin van Bokstel spraken tijdens deze ochtend. Wat is het nut van de bijen? Nou, bijen zijn bestuivend insecten. Dat wil zeggen, als bloemetjes bestoven worden, dan krijg je zaden, dan krijg je fruit, aan fruitbomen. En bessen, die worden gegeten door vogels. En zonder dat bijen die bloemetjes bestoven hebben, komt er geen zaad aan. Deze bloembollen die bloeien al vroeg in het voorjaar. En vroeg in het voorjaar dan is er nog niet zo heel veel nectar voor de bijen. En die kunnen ze dan hier halen. Dit is natuurlijk maar een hele kleine plek. Dus we proberen dat vooral op verschillende plekken in Breda te doen. Hè, door op verschillende plekken mengsels aan te planten. Dus niet één soort met bollen, maar verschillende soorten door elkaar. Waarbij die bijen een langere tijd hun voedsel kunnen halen in die bloemen. Dat hebben maar weinig mensen door. Die bijen hebben wel voedsel nodig. En een van de manieren om voedsel te geven, stuifmeel en nectar, daar leven alle bijen van. Een van de manieren is bijvoorbeeld het poten van bloembolletjes. Dat kan in het groot, dat kan ook in je eigen tuin. Is er nog nagedacht over deze specifieke plek? Ja, deze plek is natuurlijk een plek, hè, in het Wilhelminapark waarbij de afgelopen jaren de bloemen wat verdwenen zijn. Dus vooral hier kan die bijen in het voorjaar heel weinig halen. Dus vandaar dat we deze plek gekozen hebben. Maar we zijn vooral op zoek naar plekken in de stad waar we dat nog meer kunnen doen. En vooral aan de singel waar we de komende jaren de plannen mee hebben om daar extra te investeren in de groenstructuur. Daar komen dubbele rijen met bomen. En onder die bomen wordt ook een bijzonder mengsel aangeplant wat vroeg in het voorjaar bloeit. Zodat je daar extra bloemen krijgt in het voorjaar. Zodat de mensen ook vooral voelen dat het voorjaar in aantocht is. Breda Nu. Je weet het meteen.